Weet u hoeveel vrijwilligers er in Winterswijk werkzaam zijn? En als u schat, dan schat u waarschijnlijk te laag. Want het zijn er 7335. En die komen we tegen in maatschappelijke organisaties, sportverenigingen, muziekverenigingen, bij kerken. En eigenlijk kun je dus zeggen dat 1 op de 4 vrijwilligers, een kwart van de bevolking, actief is als vrijwilliger. En dan rekenen we de bevolking van baby tot 100-jarige. Als het niet vriest, maar dat is een ander verhaal, dan komen hier ongeveer 13 vrijwilligers elke maandagmiddag. En dan ben je hier van 1:30 tot ongeveer 5:00. Allemaal enthousiaste mensen. Als het gaat vriezen of dat er maar iets vorst in de lucht is, dan worden ze bij de Winterswijkse IJsvereniging zenuwachtig. En dat betekent dat er vrij veel tijd in gaat zitten. En dat kun je op tijden niet. Dat kan soms een hele dag zijn, dat kan soms een 's morgens zijn, dat soms een middag. Maar als het erop lijkt dat het gaat vriezen, nou, dan ben ik hier toch best wel een groot gedeelte van de dag. En als het doorgaat, ook soms wel een paar dagen. En ik niet alleen, ook anderen. Wat ik belangrijk vind aan vrijwilligers is dat er in mensen zoveel energie zit. En het is de kunst om die energie te bundelen en die mensen ook zelf laten blijken hoe goed of ze zijn. En dan komen er heel veel dingen. En die mensen vinden het leuk, komen elke keer terug. Het gevolg is daarvan dat er ook steeds meer komen, want ze zeggen tegen elkaar hoe leuk is dat vrijwilliger te zijn bij de Winterswijkse IJsvereniging. Al met al mogen we heel blij zijn met die vrijwilligers en ook trots zijn op die vrijwilligers. Nou, over dat probleem, als het al een probleem is, over dat aspect, gaan we in ieder geval nu verder praten met een aantal mensen hier aan tafel. En dat zijn Marcia Brokhutter van speeltuinvereniging De Haggelenkamp, Sandra Prinsen, CDA-raadslid en ook actief in de Koninklijke Winterswijkse Orkestvereniging, Leonten Elshoff, vrijwilligerscoördinator bij voetbalvereniging FC Trias, Gea Flint, actief bij de vrijwilligersorganisatie de Winterswijkse Uitdaging. Marga Dijkstra, vrijwilligerscoördinator bij de Pelkwijk. En tenslotte Roy Stammers, die actief is in de Corso Club Bloembal. Nou, de eerste vraag die voor ligt is vrijwilligerswerk eigenlijk wel zo vrijwillig? Wie wil daarop reageren? Ja, vrijwilligerswerk is niet geheel vrijwillig. Het is vrijblijvend. Maar we verwachten wel iets. Als zij niet komen, dan moeten we ook heel veel mensen teleurstellen. Dus geheel vrijblijvend is het niet. Dus je committeert je ergens aan en dat betekent dat je ook verplichtingen op je neemt. Ja. Of dat 1 keer in de maand is of een paar keer in het jaar, dat maakt dan niet uit. Geldt dat voor jullie allemaal? Dat geldt in elk geval bij ons. Bij de muziekvereniging geldt dat ook. Waarbij sommige klusjes natuurlijk gewoon in groepjes gedaan kunnen worden. Dus als het net even op dat moment niet uitkomt, kan een ander het misschien even overnemen. Maar in principe als je ergens ja tegen zegt, dan gaan we er wel vanuit dat je dat ook daadwerkelijk doet. En zijn vrijwilligers dan mensen die graag iets willen doen? Of zijn dat mensen die zich een soort van verplichting op de hals halen? Allebei. Ja, ik denk zeker allebei. Ja. En je ziet natuurlijk wel dat, net wat jullie ook al zeggen, het is vrijwillig, maar zit er ook wel een soort van verplichting in. Omdat als de scheidsrechter bijvoorbeeld die het vrijwillig doet, niet opkomt dagen, dan gaat de voetbalwedstrijd niet door. Dat is natuurlijk wel een beetje verdrietig voor al die kinderen. Dus je moet wel elke keer er gewoon zijn. Als je dat niet kunt, kun je dat allemaal netjes aangeven en kunnen we ruilen of hoe je het ook wil noemen. En je gaat wel iets aan. Alleen, je merkt natuurlijk wel dat, tenminste bij FC Trias, dat heel veel ouders of opa's en oma's gewoon helpen om te zorgen dat elke zaterdag en zondag al die jongens en meiden kunnen voetballen. Maar er zijn ook wel projecten zoals het automaatje van de ANWB. De chauffeurs daar kunnen echt al aangeven wat hun voorkeuren zijn qua reisdagen. Dan kun je rustig zeggen van ik kan maar 1 keer in de week of ik wil 2 keer in de week rijden. En op dat moment word je ook nog gebeld nog. Op het moment dat er een rit gematcht wordt, als je op dat moment niet kunt, dan wordt ook een volgende chauffeur gevonden. Dus dat is best wel redelijk flexibel. Flexibel in die zin dat mensen niet per se een rooster hebben waarin ze moeten werken bijvoorbeeld. Nee, je geeft wel de voorkeursdagen aan, maar als de een niet kan of je kunt een keer een dag niet, dan wordt gewoon naar een andere chauffeur gezocht. En in hoeveel gevallen leidt het dan tot een activiteit niet door kan gaan? Automaatje matcht je bijna altijd. Hoe zit dat bij een speeltuinvereniging? Nou, we zijn natuurlijk net begonnen met het vrijwilligerswerk. En wij hebben gekozen om echt te werken op basis van co-creatie. Dus dat wil zeggen dat we eigenlijk een soort community willen vormen waar mensen echt vrijwillig vanuit een intrinsieke motivatie echt willen zijn.
Ja, en waar je dan ook een relatiesysteem hebt voor verschillende projectjes. Maar je neemt wel een taak op je. Het is niet vrijblijvend. Nee, maar ik denk als je dat goed coördineert, dat je gewoon altijd wel mensen hebt omdat ze echt willen. We zetten mensen echt in hun kracht door te kijken van, hey, waar ben je goed in, maar dat niet alleen. Je mag ook meedenken dat je een idee hebt en dan wil je daar ook voor gaan tot het eind. Want dan gaat het eigenlijk, dan wordt er een proces in gang gezet en die wil je ook beëindigen tot het eind. Dus je doet er dan alles voor om daar dan ook te zijn. Ja, en ik denk dat ook iets anders is dan het anders, ja, wat voor soort vrijwilligerswerk het is en op basis waarvan. En ik denk ook wat de gevolgen zijn als je niet komt. Roy Stelmers, hoe zit dat bij een corso-club? Ik heb altijd deze vriendenclub, die begint met een idee en daar gaat iedereen even lekker tegenaan. Nou, het is in ieder geval een hele gezellige groep, dat zeker. En wij hebben eigenlijk natuurlijk maar één opdracht per jaar. Is natuurlijk om 9:30 bij de optocht aanwezig zijn. In ieder geval, dan staat de optocht van het bloemenkoos van Winterswijk. Hè. Dus dat is onze belangrijkste opdracht. Ja, en het hele traject naartoe, ja, dat is een heel bijzonder traject. Want we beginnen natuurlijk met een stuk constructie. We beginnen eigenlijk aanvangen met een idee. En wat daar nog bij komt is natuurlijk het Dahliaveld. En dat is dan wel een verplichting, want wij leveren aan alle andere COSO's van Nederland. Dus daar leveren wij de Dahlia's dan weer in project eigenlijk aan. En dat krijgen ze dan voor. Zit bijna het bedrijfsmatige kant dan, zou je kunnen zeggen? Ja, eigenlijk is het soms, zeker in die laatste, zeker in de maand augustus, ja, dan is het eigenlijk een MKB-bedrijf is dan eigenlijk op dat moment, ja. Een bijzonder type vrijwilliger is misschien wel de brandweerman. Want die brandweerman die moet altijd paraat zijn. En hij weet nooit wanneer de brand is. Dus hij moet snel kunnen reageren. We hebben daar een portretje van gemaakt. Mensen die overwegen om bij de brandweer te komen, hebben daar verschillende motivaties voor. Enerzijds kan het zijn dat familieleden of vrienden van dichtbij bij de brandweer zijn of zijn geweest. En toch wel iets is gaan kriebelen om je ook aan te melden. Anderzijds zien we ook wel mensen zonder zo'n voorbeeld. En die willen gewoon binnen de maatschappij mensen graag helpen en onderdeel zijn van een team als het onze. Wanneer je overweegt om bij de brandweer te gaan, dien je aan de voorkant rekening mee te houden dat je in ieder geval fit bent. Een rijbewijs is toch wel van belang. Dus wij zeggen meestal tussen de 20 en ergens achterin de 30 kun je prima aanmelden en kun je nog prima van dienst zijn voor de lokale brandweer. Vooraf moet je realiseren dat het vanzelfsprekend niet vrijblijvend is. Het is heet vrijwillig. Het kost wel wat tijd. Maar goed, over het algemeen zien wij mensen die gemotiveerd zijn om bij de brandweer te gaan, dat het achteraf heel erg meevalt. We oefenen één keer in de week, twee van de drie weken. En wanneer je hier komt, zul je eerst een opleiding moeten volgen en dat kost ook een avond in de week. Maar goed, het brengt, merken wij zoveel terug dat achteraf, wat ik al zei, dat best wel meevalt bij de mensen. Kun je eisen stellen aan vrijwilligers? Met andere woorden, iemand wil misschien iets, maar kan hij het wel? En als hij het niet kan, kun je dan eisen dat hij dat gaat leren? Of anderszins, eisen in de vorm van beschikbaarheid. Kun je eisen stellen aan vrijwilligers? Nou, in het geval van ons, als je echt co-creëert, dan hoef je geen eisen te stellen, omdat iemand dus vanzelf al wel komt. Ja, daar is het een bijna natuurlijk proces, zou je kunnen zeggen. Ja, en ja. Geldt dat voor jullie? Bij ons beginnen we met een VOG. Dat is een vereiste, je moet die hebben, je moet die kunnen aanleveren. Voor de verklaring omtrent gedrag. Iemand moet een goede burger zijn, zou je kunnen zeggen. Ja. En dat is een vereiste? Ja, dat is bij Trias ook. Bij iedereen die met kinderen werkt moet zo'n VOG hebben. Dus daar begint het bij. Daarnaast heb je natuurlijk wel, leiden we wel trainers op. Ik bedoel, daar zit wel een stuk van opleiding bij. Binnen een kantine heb je natuurlijk wel bepaalde wettelijke verplichtingen. Hè? Sociale hygiëne voor alcohol schenken boven de 18 en noem maar dat soort dingen. Dus die verplichtingen zijn er wel. Maar in de basis zijn natuurlijk verreweg de allermeeste vrijwilligersfuncties binnen een club zoals van ons. Ja, dat gaat vooral om motivatie. Ik vind het leuk om erbij te horen. Ik vind het gezellig om de club beter te leren kennen. Want dat gebeurt dan vaak ook. Hè? Mensen die er vaker zijn, leren andere mensen kennen. Dus ik denk dat het sociale aspect is denk bij alle vrijwilligersverenigingen nog steeds het allerbelangrijkste. Ja. Kun je vrijwilligers die iets niet kunnen, maar het misschien wel zouden willen, afwijzen? Wij proberen altijd een match te zoeken. We kijken naar de behoeften van de bewoner en wij werken ook al vaak samen met de WU. En plaatsen daar een vacature voor als het een bijzonder iets is voor het schilderen. Dan heb je wel graag iemand die daar affiniteit mee heeft.
Maar verder kan eigenlijk kunnen heel veel mensen vrijwilligerswerk doen. Ja. Ja. Bij de Winstrekse uitdaging komen natuurlijk ook, daar zetten we heel vaak advertenties uit. Soms voor bepaalde organisaties. Maar ook wel mensen van, kom gewoon gezellig langs. En dan gaan we gewoon eens kijken welke vacatures er zijn. Of wil je iets richting de sportclub doen. Of wil je de ouderen helpen. Of wil je dat doen. Dan wordt er wel meer een beetje ook weer gewoon echt gekeken van wat past bij iemand. Want datgene wat iemand echt leuk vindt en wat zich een beetje bindt, daar blijven denk ik ook wel de meeste vrijwilligers ook wel hangen. Ja. Nou, daar ben ik het wel mee eens. Ja, want vroeger was het natuurlijk van, dan was je de hele zaterdag, bij ons geval bij de sportclub. Ja, dat willen mensen ook niet meer. En zeker niet elke zaterdag. Ja. Dus we knippen het veel meer op in stukjes. En dan kan je zelf beslissen, goh, ik wil één keer in de 4 weken. Of ik wil één keer in de 6 weken. En dan, dan ben je zelf als vrijwilliger ook flexibel in. Goh, nu komt het me wel uit. Kan ik wat meer doen, dan doe ik weer wat minder. Ik denk dat je als vereniging die flexibiliteit ook moet geven. Ja. En hoe zit dat bij een muziekvereniging die toch een zekere ambitie heeft? Ja, kijk, we hebben natuurlijk gewoon de wekelijkse processen en de dagelijkse dingen die gewoon door moeten gaan. Hè. Dus die mensen die zo'n functie als vrijwilliger aannemen of daarvoor kiezen, die moeten er gewoon elke week zijn of nagenoeg elke week. Maar er zijn natuurlijk ook gewoon taken die flexibel zijn in te vullen en waarbij iedereen zijn eigen tijd kan indelen. Of waarbij je iets in groepjes doet en de een op dat moment iets meer tijd heeft en wat kan doen. En de ander op dat moment even wat meer naar de achtergrond gaat. Als je het over vrijwilligers hebt die wat moeten kunnen en die er een gevoel bij hebben. En die zich ook op een bepaalde manier, laten we zeggen, kunnen inleven in de situatie van anderen. Dan heb je het bijvoorbeeld over een medewerker bij het hospice. Mijn motivatie is om de mens aan het laatste stukje van zijn levensreis te mogen begeleiden. In welke vorm dan ook, als hulp, als ondersteuning of gewoon er te zijn. Je wordt daar ook heel goed in begeleid door een opleiding te volgen die je aangeboden wordt wanneer je dus als vrijwilligster aanmeldt bij de hospice. Daarna, wanneer je geslaagd bent, zijn er ook in de jaren daarna mogelijkheden om je verder te ontwikkelen op allerlei gebied om deze mensen tot het eind van hun leven te mogen begeleiden. Wanneer je hier aanmeldt bij de hospice, dan wordt er een klein beetje verwacht dat je er 2 keer over een dienst van 4 uur per week, per anderhalve week draait. 1 keer in de 3 weken wordt er gevraagd of je ook een weekenddienst wil draaien. En welke dienst dat is dus geheel aan jou. Is vrijwilligerswerk vaak in de plaats gekomen van betaald werk? Werk dat in het verleden door een werknemer werd gedaan. Zijn daar voorbeelden van? Ja, in de zorg heb je dat natuurlijk wel, omdat ze werken onder grote druk en je hebt soms niet voldoende personeel. En daarom hebben de vrijwilligers heel hard nodig om het welzijn, de activiteiten door te laten gaan. Dus in die zin nemen ze misschien wel wat werk over, maar ze geven ook heel veel. Ik kan me uit een ver verleden herinneren dat een speeltuin zelfs een betaalde oppasser had. Dat is niet meer van deze tijd, denk ik. Ja, maar als je kijkt naar het bedrag wat ze kregen, dan valt dat ook wel. Ik heb toevallig gisteren hadden we een bestuursvergadering. En toen zag ik dat het 59 cent was per uur of zoiets. Dus of dat nou echt betaald werk. Dat kun je geen betaald werk noemen. Nou, je ziet wel natuurlijk dat. Je het hebt over betaald bij vrijwilligers. Wij hebben bij Trias hebben wij ook echt jonge leden die ook helpen met de allerjongste training geven. Die krijgen we daar een vergoeding voor. Dat noemen wij dan een vakkenvullenvergoeding. Weet je zo van, dan ben je bij de club. Dan blijf je dat toch doen. Ga je niet een vakantiebaantje zoeken op dat moment. Dat is toch altijd een... Dus je concurreert in feite met, laten we zeggen, de supermarkt. Uiteindelijk wil je die jongens ook bij de club houden. En wil je ook de allerjongste training kunnen bieden. En dat zijn dat soort constructies prima te doen. En als jij echt een opleiding tot trainer volgt, dan zit daar ook een vergoeding tegenover. Soms is het alleen de vrijwilligersvergoeding. En als je hoger komt, dan zit daar ook een andere vergoeding bij. Wordt er bij een van jullie organisaties overigens die onbelaste vrijwilligersvergoeding betaald? Van, ik dacht, maximaal 175 euro per maand? Bij ons zeker, ja. Ja? Ja. Okay. Maar dat is wel allemaal voetbalgerelateerd. Niet bij de kantine of de ranja-schenkers of de schoonmakers of noem maar op. Het is echt puur de trainers. Ja. Wij draaien op het AZC ook nog een project meedoen aan de slag. Dat is een project, we hebben overgenomen van de gemeente.
En dat is vrijwillig. En aan de andere kant zou je eigenlijk bedenken dat dat eigenlijk vanuit de overheid eigenlijk ook wel anders geregeld had kunnen worden. Ja. Dat mensen die ergens komen, wie tijdelijk of in de procedure zitten, eigenlijk meteen al ergens ingezet worden. Maar zo is het niet geregeld. Dus daardoor is het vrijwilligerswerk ontstaan om daar toch ook maar weer die mensen een beetje aan de slag te krijgen in Winterswijk zelf. En soms denk ik wel eens van, wij nemen werk over van de coördinatoren. Ja. Een voorbeeld dat hier goed bij aansluit is de bibliotheek. Want in het verre verleden werd er bezuinigd op de bibliotheken. Moest gekeken worden welke taken per se door betaalde medewerkers werden gedaan. En andere mogelijkerwijs door vrijwilligers. En toen ontstond de vrijwillige bibliotheekmedewerker. Ik kom uit het onderwijs. En het ontwikkelen van mensen, het helpen met leren. Ja, dat zit er gewoon in. Gaat er ook niet meer uit. En de andere kant is dat het gewoon voor mezelf is. Ik ben met pensioen en ik kwam er na 2 jaar achter dat alleen maar thuis zitten en oppassen, dat was het ook niet. Dus de kleinkinderen zijn leuk, maar ik had wat meer nodig. Er wordt in ieder geval gezorgd dat je een aantal cursusdagdelen doet, zodat je een beetje weet hoe je moet omgaan met de mensen, wat er van je verwacht wordt. En het is belangrijk dat je gewoon zelf weet hoe benader ik mensen, hoe leg ik de eerste contacten. Dus dat wordt goed uitgelegd. Ik heb op dit moment, ik noem het 4 projecten dan maar. Dan ben ik op zich 1 uur met de mensen bezig. Daar zit 1/2 uur voorbereiding aan en soms 1/2 uur nawerk, even opschrijven wat ik heb gedaan. Kijken of ik kopietjes moet maken voor de volgende keer. Dus ik denk dat ik 8 uur ongeveer bezig ben. In de week. Mm-hmm. Moet vrijwilligerswerk soms concurreren met andere taken die mensen hebben? Zoals mantelzorg of oppassen op de kleinkinderen. Merken jullie dat? Ja, zeker merk je dat. Ja, ze zijn niet meer beschikbaar wekelijks. En ze hebben ook hun eigen hobby's of vakanties. Dus we zorgen dat we voor heel veel activiteiten meerdere vrijwilligers hebben. Zodat ze onderling kunnen wisselen of een keer vrij kunnen zijn. Of rustig op vakantie te gaan. Soms denk je, ja, mag dat nog wel? Ja, tuurlijk mag dat. Er zijn mensen die in de winter geen vrijwilligerswerk doen. Die beginnen in april tot oktober. Ik zou me kunnen voorstellen dat voor een korsenbouwclub, meneer Stammers, ook wel een puntje is, want in de zomer, waar mensen op vakantie willen en wellicht ook andere dingen willen doen, komt het bij het korsenbouw aan om de laatste punten op die te zetten. Ja, dat is een heel goed punt. Ik denk, ik durf je echt aan tafel te zeggen dat een echte korsenbouw in, denk ik wel in heel Nederland, maar ook zeker in Winterswijk, die past zijn vakanties aan naar de bouwweken van de korsel. Ja. Zeker iedereen zit weer het bouwvak. Maar bij ons is het proces, het begint natuurlijk, wat ik straks al zei, met het idee. En het loopt op een gegeven moment loopt het helemaal door. En dan krijg je gewoon op een gegeven moment dat het wordt steeds drukker. Hè. We beginnen meestal met 10 mensen. En in de laatste weken, dan zit je echt met 30, 40 mensen aan die wagen te werken. En dan is die groepsdruk natuurlijk ook groot. Hè? Ja. Je moet erbij zijn. Ja, en dan wil iedereen erbij zijn. En een stukje gezelligheid is natuurlijk belangrijk. We proberen ook allemaal activiteiten te organiseren eromheen. Dat is ook gewoon dat we daar dan ook weer gewoon de gezelligheid, dat de mensen daar weer terugkomen. En eigenlijk van jong tot oud, dus inderdaad van 0 tot 99, laten we zeggen. Ja, geldt dat voor andere organisaties ook op deze manier dat je soms toewerkt naar iets waarbij je alle vrijwilligers moet inzetten, dus dat iedereen als het ware de mentale verplichting voelt om mee te doen? Je hebt natuurlijk ook het project Steengroeven Theater, hè, wat ook nog in een hele korte tijd opgebouwd wordt. En daar worden natuurlijk ook altijd heel veel vrijwilligers gevraagd. Maar het mooie is wel van een project dat mensen dat soms echt wel fijn vinden. Want dan hebben ze echt gewoon een tig aantal weken. Dan moeten ze er zijn en daarna kunnen ze ook weer iets anders doen. Soms werkt dat ook echt wel goed. Ja. We hebben vorig jaar het Kids Festival georganiseerd met het bestuur. En dat bestond toen nog maar uit 4 mensen. En dat was wel heel veel. Dus dat voelde ook wel een beetje als een mentale druk. Maar als je dan ziet wat je met elkaar presteert en voor elkaar krijgt, dan is dat gewoon, dat geeft echt een kick na die tijd. Dus dat is denk ik ook wel het mooie van vrijwilligerswerk. Dat je in momenten soms denkt, poeh, maar ja, dat je samen naar iets toe werkt, dat geeft ook een bepaalde binding. En ik denk dat dat ook heel belangrijk is in deze tijd. Dat er weer dat gemeenschapsgevoel is. Dat je samen maatschappelijk bijdraagt.
En kun je daar alle leeftijdsgroepen op aanspreken eigenlijk? Lukt dat? Bij de allerjongste ligt het dan, leggen we het dan bij de ouders neer. Toch gewoon wil je helpen met, nou ja, ranja schenken of noem het maar op. En op een gegeven moment komen ze op een leeftijd natuurlijk dat ze het zelf kunnen doen. En de mensen moeten gewoon, denk ik ook... Kijk, het vrijwilligerswerk staat natuurlijk best wel onder druk. We zijn allemaal heel druk, we hebben allemaal heel veel. Maar goed, mensen moeten wel beseffen dat heel veel activiteiten waar je kind of dochter of wat dan ook naartoe gaat, dat het zonder die vrijwilligers gewoon niet kan. En dat is, ja goed, bij Trias zijn er dat ongeveer 275. Nou ja, als we daar morgen 50 of 100 van stoppen, dan hebben we natuurlijk als club wel echt een probleem. Dus ja, en dat sluit wel aan bij wat jij zegt. Het is een vereniging, dus je doet het samen. En uiteindelijk haal je daar ook de mooiste dingen uit. En mijn vraag is dan nog een keer, zijn jongeren op dat gevoel van iets samen doen te binden aan een organisatie? Volgens mij moet je wel gewoon, op het algemeen merk ik wel, mensen willen gevraagd worden. Dus als je mensen heel gericht vraagt van, goh, zou jij dat willen doen? Dan zeggen ze zelden nee. Terwijl als je gewoon vraagt van, goh, dit en dit moet nog gebeuren, wie wil dat doen? Dan houdt iedereen... Dus heel gericht vragen? Gewoon gericht vragen. En dan zijn ook de jongeren zijn daar zeker toe bereid. Dus als je kijkt bij ons, zijn natuurlijk de pieken, dat zijn het moment dat je een concert hebt. Hè, het podium moet klaargezet worden, het slagwerk moet worden vervoerd. Dat zijn ook activiteiten waar ook gewoon jongeren prima mee kunnen helpen. Oké. Een voorbeeld van iemand die druk ook voelt, is de cameraman en editor van RTV Slingeland, die iedere maandag en iedere vrijdag verantwoordelijk is voor de samenstelling van het programma. En als die met vakantie gaat, dan moet er wel even stevig gewerkt worden om hem te kunnen vervangen. Mij motiveert om met een leuk team leuke dingen te maken. Elkaar goed begrijpen. Proberen met elkaar de kwaliteit eruit te halen wie erin zit. En elkaar zo nodig dat te verbeteren. En dat we dit niet aan te geven. Voor RTV Slingeland heb ik al heel wat jaren meegelopen bij een andere bedrijf, Omroep. En door luisteren en door veel lezen en door omgang met mensen die er wel verstand van hebben, die informatie gebruiken en die proberen te gebruiken in de praktijk. Nou, ik hoop dat RTV zoveel betekent dat de mensen zeggen, ik stem af op RTV Slingeland, want ik wil het lokale nieuws wil ik graag volgen. Zijn jongeren nog te vinden? We hebben het net al even over jongeren gehad. Maar zijn jongeren nog te vinden voor vrijwilligerswerk? Hoi. Nou, bij ons zeker. Bij ons is het zelfs zo dat er gewoon jongens en meisjes aankomen lopen. Of die komen met een vriendje of vriendinnetje mee. En die komen helpen. Hè. Die zijn dan mee in het bouwproces. En het leuke van Bloemencorso is zeker als je eenmaal in het bouwproces zit. Is dan wil je in ieder geval, als je daar een hand aan gelegd hebt, wil je het ook, laten we zeggen, afmaken. En op een gegeven moment, dan komt vader en moeder mee. En ja, dan goed, die gaan wij natuurlijk gelijk in de groepsapp zetten. Zeggen, nou weet je, we hebben dan dit en we hebben dan zus. En proberen we daarna natuurlijk nog weer de opa's en oma's ook nog meer te krijgen. Want die kunnen we natuurlijk heel goed gebruiken op het Daliaveld. Dus wij proberen daar gelijk een match van te maken eigenlijk. Om dan die kinderen... Dus via de jongeren krijg je de ouders en de opa's en oma's mee. Dat is wel een heel bijzonder project. Geldt dat voor anderen ook, dat het op deze wijze gaat? Niet voor jongeren, maar bij ons komen wel mensen wonen die soms kinderen of kennissen meebrengen die bij ons vrijwilligerswerk komen doen. Ja. Maar jongeren over het algemeen niet. Wat is de jongste bij jullie dan? Durf niet goed te zeggen. Ja, daar is toch over rond de 50. We hebben echt geen jongeren bij ons. Wel projecten van school, maar... Wat ik een aantal keren hoorde is dat jongeren wel te vinden zijn, maar op een project gedurende een korte periode. Dan willen ze een grote inspanning leveren, maar... Laten we zeggen, continu, dat is een flink stuk moeilijk. Is dat jullie ervaring ook? Nou, bij ons zit het veel in dat we ook best wel jongeren vragen voor een bepaalde taak. Bijvoorbeeld kantinedienst, hè, als ze in de JO19, zoals dat dan heet, zitten. Kijk, en dan doen ze het vaak als team. Dus dan is er elke twee weken, komt daar iets voor. Goed, daar staat ook iets tegenover. Hè. Dan krijgen ze een klein bedrag, kunnen ze het eind van het seizoen kunnen ze iets doen in de kantine. Nou, weet je, en dat bindt met de club. Maar dat bindt ook het team. En dat is natuurlijk, dat is gewoon wel echt belangrijk. Dat je iedereen ook in het proces mee laat gaan. Is een vorm van beloning belangrijk voor vrijwilligers? Of ze nu jong of oud zijn? Ik denk voor de jongeren, dat het voor de jongeren wel eerder over de streep trekt dan de ouderen. Ja, dat plan wat wij hebben staat in de kinderschoenen natuurlijk. Maar als ik nou zie in een paar weken tijd wat er gaande is, dan vind ik dat zo prachtig mooi. Wij willen ook een plek bij de speeltuin organiseren, inderdaad, ook voor ouder dan 11. Een speeltuin is eigenlijk tot 11. En dat willen wij een boeiplek noemen. En jongeren hebben heel vaak, boeit niet, boeit niet.
Maar we willen ze letterlijk een boei geven dat het wel boeit. En dat betekent, boei staat voor binding van je omgeving met de E van eigen inbreng. Als je ze maar een eigen inbreng geeft en je geeft ze verantwoordelijkheid, dan gaan ze als een speer. Dus het geven van verantwoordelijkheid is een soort van beloning? Ja. Nou ja, dat je dus zegt van oké, okay, wat wil je? En hoe kan je dat neerzetten? Ik weet nog dat wij vroeger dat zelf het initiatief namen van nou, we zetten ergens een keet neer en we draaien daar de baarddiensten en jij doet dit, jij doet dat. En dat is toch niet meer met de jongeren. En ik denk dat ook een stukje corona dat is, maar ook een sociale verarming, hè, door de digitalisering, door de individualisering. Maar als je de jongeren dus weer even wakker schudt met die eigen inbreng, dan, dan komen ze wel. Een bijzonder soort vrijwilliger is misschien wel degene die op de dierenambulance zit. We mochten meerijden en dan maakten we het volgende portretje. Mijn motivatie bij de dierenambulance te gaan werken is omdat ik mijn tijd dankbaar wil gebruiken voor nuttige dingen te doen en dieren te helpen. De opleidingen die je moet hebben, het is een voorkeur dat je een rijbewijs hebt. Je krijgt een EHBO dierendiploma, cursus aangeboden. Een cursus voor RWS, Rijkswaterstaat, krijg je aangeboden. En het is natuurlijk dat je wel gezond bent. De uren die je beschikbaar moet zijn voor de dierenambulance is minimaal 2 diensten van 2 uurtjes. Maar dat loopt meestal wel uit op meerdere diensten, omdat we natuurlijk vrijwilligers te weinig hebben. En dan vul je de gaten op. De fysieke eisen zijn natuurlijk op de ambulance dat je wel gezond moet zijn, lichamelijk gezond. De meldkamer kun je op een gegeven moment wel met beperking, lichamelijk beperking, ook thuis eventueel doen. We zijn aan een conclusie. We zijn aan een conclusie toe, zou je kunnen zeggen. Als je moet concluderen, dan hoor ik niet dat vrijwilligers echt een groot probleem is. Dat wil zeggen, het tekort eraan. Of heb ik dat mis? Ik denk dat het staat wel echt onder druk. En dat heeft te maken met dat we allemaal heel druk zijn, tenminste. Ik denk dat we vooral vinden dat we heel erg druk zijn. En, dus je moet wel binnen je vereniging nadenken over hoe hou ik ze erbij. Of ga ik ook sommige dingen misschien betaald doen. Dat gebeurt het ook wel eens, hè, dat je gewoon een bedrijf inhuurt om iets te doen. Maar ik denk dat het vooral ligt dat je ze moet waarderen. Hè? En dat waarderen is niet altijd in geld of in spullen. Maar gewoon dat je ze ook laat voelen dat je blij met ze bent. Ja, ja, en goed. En dus je moet wel echt de aantrekken, want anders dan loop je natuurlijk op een gegeven moment wel leeg. Dat kan ik even zo zeggen. Hoe groot is eigenlijk het verloop onder vrijwilligers? Hebben jullie daar een idee van? Nou, dat valt wel mee. Als ze eenmaal binnen zijn, dan hebben we echt wel vrijwilligers die 10, 15, 20, 30 jaar zelfs vrijwilligerswerk doen. Ja, het kan ook korter, maar er zitten toch echt heel veel vrijwilligers die lang blijven. Voor de Korsen Club? Nou, ik denk dat bij ons de meesten, die zijn al heel lang betrokken, hè, bij de club. Hè. Wij komen natuurlijk uit 2 straten eigenlijk. Daar woont inmiddels niemand meer. Maar die mensen die erbij komen, daar zitten echt mensen bij wie bijvoorbeeld 1 of 2 jaar komen. Maar bijvoorbeeld ook alleen maar de laatste 2 dagen. Maar er zijn, ik denk dat het grotendeel, en dat zijn ook een beetje vriendengroepen waarin elkaar overloopt. Maar ik denk dat het grotendeel van de mensen, die zijn echt al wel jaren bij de club. Ja. Als we moeten samenvatten, dan is er nog steeds in Winterswijk een bloeiend maatschappelijk leven, verenigingsleven, muziekleven, dankzij veel vrijwilligers. En dat staat weliswaar af en toe onder druk, maar niet onder zodanige druk dat er grote problemen gaan ontstaan. En dan loop ik misschien wel vooruit op het onderzoek dat het CDA in Winterswijk doet onder de verenigingen, waarbij wordt gekeken naar ledentallen, financiën en vrijwilligers. Is het onderzoek nog wel relevant na deze discussie? Het onderzoek is zeker relevant, want het onderzoek sluit niet helemaal aan bij deze conclusie. Althans, de eerste reacties die... Daar was ik wel heel benieuwd naar, ja. Kijk, ik kan er nog niet helemaal definitief conclusies uit trekken, want de enquête staat gewoon nog open. Hè. Mensen kunnen hem gewoon via onze website nog steeds invullen. En daar komen toch ook wel een aantal verenigingen die wel nadrukkelijk zeggen, ja, wij komen het aantal vrijwilligers, dat wordt steeds lastiger. Financiën wordt ook gewoon een groter probleem. Er zijn ook verenigingen die zeggen, nee, bij ons is er niks aan de hand, het gaat allemaal prima.
Dus ik ben heel benieuwd op het moment dat de enquête sluit wat dan... En die financiën komen misschien wel onder druk te staan als de vereniging of organisatie afhankelijk is van onder meer gemeentelijke subsidie. Want we naderen een rampjaar, hè, 2026, ja. Waar het grote schrappen gaat beginnen. Ja, en met de laatste berichten kon het wel zijn dat het zelfs nog iets eerder gaat komen. Dus wat het CDA betreft zeg ik dan toch maar even, gaan we natuurlijk kijken of wat we kunnen doen om de verenigingen daar zoveel mogelijk in te ontzien. En daarvoor is deze enquête ook bedoeld? Deze enquête is ook vooral bedoeld om te zien van hoe groot zijn de problemen eigenlijk en wat zouden we daar aan kunnen doen. En dat is natuurlijk niet alleen in de manier van zet er een zak geld neer. Dat kan misschien ook wel zijn op een manier van regels anders inrichten of schrappen of zorgen dat er ergens mogelijkheden toe komen. Als het blijkt dat alle verenigingen zonder penningmeester zitten, misschien moeten we dan organiseren dat er een penningmeestercursus ergens wordt georganiseerd. Maar die dingen doet de WU al. Hè? De precies, WU biedt al ondersteuning aan, hè? Ook voor de sportclubs, om daar, als ze daarmee zitten, om dat via hun te doen, zodat zij dat... Dus ondersteuning hoeft niet altijd financieel te zijn, maar kan ook, laten we zeggen, in de zin van menskracht, of het overdragen van kennis. Ja, maar we weten natuurlijk pas wat de oplossingen zijn als we de problemen precies in kaart hebben. Nou, dat lijkt me een goed punt om deze gesprekken mee af te ronden. Dank voor jullie medewerking. Graag gedaan. Graag gedaan. Graag gedaan. Namaste.